Er is een landelijk onderzoek gedaan naar de bekendheid van mensenhandel onder het volk. Dat zei Sherida Drachman, plaatsvervangend hoofdbestrijding zware criminaliteit van de politie, gisteren op een persconferentie. Met het onderzoek wordt de mogelijkheid gecreëerd om slachtoffers te bereiken en bevrijden. Het onderzoek is verricht naar aanleiding van de aanbevelingen die zijn opgetekend in het TI-rapport. Daar is opgetekend dat de mogelijkheid vergroot moet worden om slachtoffers van mensenhandel te bereiken en te bevrijden. En om die mogelijkheid te kunnen vergroten is van belang dat we een beeld hebben wat de bevolking weet over dit strafbaar feit. Om na te gaan natuurlijk of er een bekendheid is binnen Suriname, is dit onderzoek verricht door de afdeling Trafficking in Person. Er zijn 224 respondenten bevraagd en dit onderzoek is verricht in de districten Paramaribo, Wanica, Komowene, Saramaka, Marowene en Para. Er is gekozen voor deze districten op basis van de informatie die genoemd is in het TI-rapport. Het is de politie bekend dat de kustvlakte, vislocaties en afgelegen gebieden potentiële plaatsen zijn voor mensenhandel. 49% van de respondenten heeft aangegeven niet bekend te zijn met mensenhandel, terwijl 27% zegt dat ze ervan gehoord hebben. De rest heeft aangegeven wel te weten wat mensenhandel is. De bedoeling is dat er nu informatie met de samenleving gedeeld zal worden over het vraagstuk. U mag binnenkort de launching van de mensenhandelwebsite door het interim management team van het Korps Politie Suriname tegemoet zien. Ook de afdeling jeugdzaken heeft al geruime tijd het voornemen om te trekken naar de verschillende wijken om gesprekken te voeren met jeugdigen voor het verbeteren van het contact. Dit hebben ze op basis van informatie die ze verkrijgen door de aanmeldingen en natuurlijk ook de jeugdigen die in begeleiding zijn bij de maatschappelijke dienst van jeugdzaken. De eerste stappen die waren een tijd geleden gezet, dus het is eigenlijk niets nieuws. Maar vanwege de pandemie is men niet erin geslaagd om zeg maar verder te gaan en heeft stagnatie opgetreden. Jeugdzaken maakt zich nu op om dit voornemen uit te voeren en om zo ook dichter bij hun doelgroep te komen. De korpsleiding heeft de rechercheurs die het werk zullen doen voorzien van fietsen. Drachman stelt dat het belangrijk is dat de gemeenschap informatie blijft delen met de politie om samen het veiligheidsgevoel terug te brengen.